Nou, live weer te zien. Nou, je ziet het. Ik was al helemaal verdrietig aan het worden. Ik denk, oh, ze gaan de hank niet meer helpen. En de ijzer werd ook maar lager. Echt, ik denk, oh, moet je zien. Helemaal uitgedrogen was hij al bijna. Ik wou er al bijna niet meer naar kijken. Moet je zien, er ging weer zo'n heel lief klein kikkertje. Voor mij, zie je dat? Ik was helemaal verdrietig. Even oppassen. Dat ik niet... Hier, allemaal van die lieve kikkertjes. Het zit helemaal vol. Zie je het? Allemaal kikkertjes. Ga ervan uit dat ik de meeste kikkertjes echt wel gered heb, hoor. Dus ik wou hier weer zo'n lief kikkertje. Allemaal kikkertjes. Jongens, het water komt eraan. Geweldig. Even kijken. Was al helemaal uitgedroogd. Hier, de eerste poeltjes waren er alweer. Ach, god. Moet je voorstellen hoe moeilijk dat is om zo'n ding leeg te halen. Oh. En je ziet dat de reiger ook al hier weer liep. Die leuke kikkertjes, allemaal mooie bloemen. Moet je zien, geweldig. Hier daarachter zie ik ze ook al springen, de kikkers. Al de grote kikkers zitten onder dat spul. Moet je zien. Zie de gazen. Allemaal van die dikke kikkers. Hier, geweldig. Ja, die zijn echt niet bang hoor, die groene kikkers. Ik werd later aangevallen door groene kikkers. Hup, daar gaan ze. Hier, ik zal hem eens even inzoomen, Scam. Als ik weet hoe het werkt. Mooi hè. Houd je hem in de gaten. En reken erop, het zijn kannibalen. Dus, geweldig. En straks komt het water weer. Oh, wat fijn. Echt, het is maar goed dat ik de laarsjes al aan had. Nu zie ik bagger er één keer voor de kijkertjes doorheen. Hier, hop, daar ging weer zo'n mooie kik aan. Oh, geweldig. Dus daarachter zijn de zwanen. Ja, ik wil ze niet verstoren. Ze kijken al een beetje paniekerig. Dus, nou, het begon al een heel klein beetje te stinken. Nou, gelukkig heeft de gemeente het dit keer weer gedaan. Want ik begon al zelf een beetje bij een stadium te komen. Ik denk, oh, dat niet goed is. Dat niet goed is. Nou, kijk, daarachter gaan ze weer. Oh, ik ben zo blij dat water er weer in komt. Dus over noodplannen met de natuur. Want ze zijn echt niet van plan om... misschien gaat weer zo'n spuitkanon. Het zet hem net aan. Vanuit het niets. Hier, dan gaat hij weer. Hier allemaal streep na streep na streep. En dan loopt het helemaal uit. Vreselijk. Hier, ze spuiten het gewoon weer dicht. Kan toch niet. En al die deeltjes, hè. Al die miljoenen, miljoenen, miljoenen deeltjes. Die dwarrelen gewoon naar beneden. Die dwarrelen gewoon naar beneden. En dan wordt de aarde helemaal vol aluminium. Gaan alle planten, insecten gaan allemaal dood. Erg hoor. Dus we zitten nog een beetje in een soort, hoe noem je dat? In een trance. Dat we denken dat alles goed gaat, maar ga ervan uit. Ze hebben hele heftige plannen. Dus kijk maar eens naar Blackstone Intelligence of zo. Ik weet niet hoe die man heet. Maar, dan weet je wel wat er gaat gebeuren. En die EU, vreselijk. Weet je hoe ze tegenwoordig de EU al noemen? Slaughterhouse of Doom. Nou, ik snap waarom ze dat bedacht hebben. Bedacht. Benaamd. Dus. Maar ik ben blij dat er vandaag weer gepompt gaat worden. Dus, goed begin van de dag, jongens. Joehoe. Tijd voor de dieren. Nou, dat was het. Doei.